Amor Scheurs. Dames, vrouwen, heren. Wij zijn twee Belgen, dat hoort u dadelijk. En omdat wij aanwezig zijn, is dit een internationale samenkomst. Eerst jullie applaus voor onze dagvoorzitter, Viviane Lataster. De voorzitter, Léon Fase, begon zijn toespraak straks hier. Jullie zien allemaal, hieronder staan twee glazen water. Hij wist dat niet, want hij zit nog in zijn nieuwe rol, dus hij wist dat niet, dat hier het water staat. Dus wat deed Léon Fase tijdens zijn toespraak? Hij wandelde naar hier en hij dronk hier aan het eerste glas. Later kwam hier een vrouw zitten die zei, ik ben zwanger. De logica is ver te zoeken, maar het zijn de feiten. Verdovering is alles op het podium helemaal in orde. Hier een hele mooie foto van een koe. Een koe uit Venray. Want daar hebben ze genoeg beesten. Meer dan 2 miljoen. Dus de mooiste koe staat op de foto. En daar hebben jullie dan de fantastische Broken Breast Ensemble. Die hebben alles mogen spelen, behalve het Limburgs volkslied. Ja. Het Limburgs volkslied werd meegezongen door Jan Huytema, een Fries, die het Limburgs volkslied heeft moeten zingen. Deze man is in totale verwarring uit de zaal weggelopen en ligt nu in het ziekenhuis van Venray tussen de beesten. Ja, tussen de beesten. Dames en heren, we hebben mooie dingen meegemaakt vandaag. Ook op het eind nog hier, Roger Lemmens. We zijn bezig met een project, Slim Bemesten. En wat zei de heer Lemmens? Het project loopt. Jan Huytema werd hier voorgesteld door Viviane Lataster als de blonde god. Toen werd gevraagd, waar is hij naartoe? Naar de hemel. Want zo is Brussel, eenmaal dat jullie in Brussel zitten, is het daar blijkbaar de hemel. Daar gaat natuurlijk Dion Graus niet mee akkoord. Dion Graus, je kent hem allemaal. Geur is geen stank. Eigenlijk moet hij een parfumwinkel beginnen. Geur is geen stank, want de mensen die bij het vliegveld van Beek wonen, die ruiken ook de kerosine. Wie woont er in Beek? Ellie Robroek. En als het waar is dat het in Beek stinkt naar kerosine, kunnen we voor Ellie maar één zaak zeggen. Guus, ga naar Guus. Ja, juist. We hoorden van Ellie Robroek, we hoorden vertellen. Zij is eigenlijk bij het bestuur sinds 1993. Hele lange tijd. Sinds 1993. En wanneer werd LLTB gesticht? 1896. Dus wat hebben jullie die 100 jaar zonder Ellie gedaan? Er wordt ook een dossier geopend tegen mensen. U weet hoe dat gaat in politiek. Dat is altijd meteen een dossier geopend. Er is vastgesteld dat een lid van de Tweede Kamer bij dochter Christine is geweest van boer Huppels in Mechelen. Dat is hier bekend. Komt u wel eens op boerderijen? Ja, ik was bij dochter Christine van boer Huppels in Mechelen. Ja, meneer Graus, dat zijn feiten. Ja, dat zijn feiten. En wat was de ervaring met dochter Christine van boer Huppels in Mechelen? Ze geurde niet, ze stonk. Ja, juist ja. Dat hebben we hier allemaal meegemaakt vandaag. Er was nog een heel vervelend moment bij het begin, heel vervelend, toen voorzitter Léon Fase uitriep, de toekomst, die maken we samen. En toen stond er op zijn blad, applaus. En er kwam geen applaus.
Dus meneer de voorzitter, u hebt nu geleerd voor volgend jaar wat u moet zeggen om applaus te krijgen van de zaal. U moet gewoon zeggen, ik heb 3 mooie gezonde kinderen. Want toen kwam er applaus. Nu heeft Leon Fase maar 2 kinderen, dus u weet vanavond wat te doen. Ja, dat is het. Maar ja, dames en heren, het was toch een zeer nuttige samenkomst. 8,8% van de werkgelegenheid in Nederland komt uit deze sector. De wietplantages niet meegeteld. Want als we de wietplantages meetellen, maar dat gaat niet gebeuren, want de voorzitter heeft gezegd, fusie, nee. Maar stel dat we de wietplantages meetellen, dan zal volgend jaar Leon Fase moeten zeggen, ik heb weer een nieuwe rol. Ja, juist. Maar goed, dames en heren, kijk, we hebben dus gezien hoe een voorzitter te werk gaat. Dus voor iedereen die ambitie heeft om voorzitter te worden, u weet hoe het werkt. Het glas staat hier, maar u drinkt het hier. Volgend jaar, Leon, drink dan maar het glas van mevrouw Brugman. Drink dan maar haar glas, dat is gulpener bier. Ja, juist, ja. Niet te geloven dat GroenLinks, dat was de enige spreker met een sponsor. Ja, mevrouw Brugman, ik heb altijd schrik van die mensen in het verkeer. Springt het licht op groen? Links. Er zijn hier mensen in de zaal die wachten al 10 jaar op een vergunning. We hebben de wethouder bezig gehoord, de wethouder van Venraai, die boven de 5 miljoen beesten is uitgekomen en die gezegd heeft, het wordt niet meer vergund, het wordt gegund. Dat was een mooie uitspraak. Dat is ook de waarheid. Het wordt gegund. Dat zei Jan Lone, het wordt gegund. En normaal wordt het vergund. Dus als u 25 glazen gulpener bier drinkt, wordt het u gegund. Ja. Laten we dat zeker als conclusie nemen. Het was mooi van onze zwangere vriendin Christel, die hier kwam zeggen, ik ben gek. Mijn man, de enige gek. Conclusie, ze zijn gek op elkaar. Ja. Ja, we zijn de dialoog aangegaan. Dat was niet makkelijk, we zijn de dialoog aangegaan. Dus ja, mevrouw, dat is inderdaad niet makkelijk, op den duur dialoog aangegaan. Je komt thuis, je man vraagt, hoe was de dialoog? Ja, ik heb er mijn buik vol van, ja, dat is goed, ja. En die Jan Kuijsen, de hond, die zat, ja, heel mooi met de varkens, heel mooi met de varkens. Wij produceren vlees en geen mest. Dat was nog eens een quote. Wat kwam daarop? Applaus. Dus ook voor Leon Fase, noteer dat voor volgend jaar. Hij komt het podium op. Wij produceren vlees en geen mest. Applaus. En je krijgt ook als beste varkenskweker, krijgt Lian ook een onderscheiding. Wat krijgt ze? Parels voor de zwijnen. Ja, oké. Okay. Die courgette, dames en heren, dat was nog een thema. De krassen op de courgette. Zijn mensen, zei Paul Jansen, die in eigen tuin zien ze wel de krassen. Maar als ze gaan shoppen, willen ze het niet. Dus wat is de vraag? Leid de mensen om de eigen tuin. We hebben erg schrik dat Dion Groos het genoteerd heeft. Ja, ja, ja. Die komt daar volgende week mee aan. Ja, ik als PVV heb een unanieme steun voor mijn voorstel. En toen wachtte hij op applaus van de zaal. Maar het kwam niet. Hij had gewoon moeten zeggen, ik heb 3 gelukkige gezonde kinderen. Ja, voilà. Wat de wethouder van Venraai zei, Jan Lono was natuurlijk ook een schok in de zaal. Ik voel perverse prikkels. En hij zei dat 2 keer, dat betekent het jeukt echt. Ja, het jeukt echt. Hij zei dat 2 keer.
Als dat één keer is, kun je denken, ja, die prikkel gaat wel over. Maar hij heeft dat twee keer gezegd. Waar heeft hij dat gehaald? Ja, bij boer Huppels in Mechelen. Ja, maar... Daar kwam de gedeputeerde, dames en heren. Ook een hoogtepunt van de dag, gedeputeerde Van den Broek. Zat op de tweede rij. Als gedeputeerde van de provincie Limburg, zat u op de tweede rij. En hij riep uit, we moeten vooruit. Dat is heel juist, u kunt nog één rij vooruit. Ja, zo is het. Hij riep, we willen LLTB als partner. We moeten een relatie aangaan. Het probleem is alleen, hoe krijgt Leo Faassen dat thuis uitgelegd? Komt hij vanavond veel te laat thuis? Zegt de vrouw, Leo, we komen ze de soelaatbus. Ja, je hebt een relatie met de DPT Van den Broek. We zijn partners. Dan zegt de vrouw, ja, ik ga toch wel eerst. En ja, zegt hij dan, de DPT is op de tweede plaats. Ja, op de tweede. Dus daarom dat hij op de tweede rij zit. Wat ook mooi was, wat Leo Faassen zei, deze zaal was stil. Ik heb wel anders meegemaakt. Deze zaal was stil. Wat was het meest stille moment? Het meest poëtische moment was toen Leo Faassen hier zat en ik keek naar een film met daarin in de hoofdrol Leo Faassen. Tussen de appelen. Dat was een heel mooi poëtisch moment. Hij keek naar zichzelf en hij dacht bij zichzelf, als acteur ben ik beter. Ja, heeft hij nu waar of niet de kop van een filmster? Iedereen akkoord? Ja, en Dion Groos niet, die helemaal niet, die helemaal niet. Het is een redding voor de zaal geweest dat u niet op film stond. Ja, juist. Als die in een film kwam, hoe zou die wel niet heten? Kromkommer, ja, zoiets, ja. Dames en heren, na de poppenkast moet het Limburgs volkslied niet gezongen worden. Dat is al een bevrijding, want het is al gezongen door iedereen. Wij weten dat ondertussen Jan Huytema vertrokken is naar Brussel. En die komt terug met de landbouwcommissie. Komt hij terug naar Nederland. En er werd geroepen, LLTB staat klaar om die te ontvangen. Dat is nog eens gesproken. Zeker Paul van der Rutsch, die staat klaar, want we hebben begrepen van Vivian, onze dagvoorzitter, zijn bedrijf ruikt goed. Een bepaalde PVV'ers die daar eens langs moeten gaan, dan kunnen ze zeggen, ja, het ruikt goed. Ja, het stinkt niet, het ruikt goed, het ruikt goed. Dames en heren, wij gaan jullie verlaten. Het is tijd voor de borrel, voor de grote receptie. We willen verontschuldigen wat we verteld hebben. Wat we gezegd hebben over de voorzitter. Meneer Faassen, excuseer voor onze tussenkomst. Excuseer. Maar ja, u hebt gedronken, niet wij. Wat wij verteld hebben van mevrouw Brugman van GroenLinks. Mevrouw, excuseer. Excuseer voor wat we verteld hebben. Onze verontschuldigingen. Wat we verteld hebben over de wethouder Jan Lone van Venraai met zijn perverse prikkels. Dat is waar. Ja, dat is waar. We wensen straks iedereen behouden thuis, ook zij die naar huis moeten in Beek, waar de vliegtuigen overkomen, waar het ruikt naar kerosine. En waarvan u denkt, samen moeten we onze toekomst maken. En daarom gaan we nu de zin voor één keer uitspreken, tot eindelijk naar deze mooie zin een applaus komt, zodat Leo Faassen toch krijgt wat hij wilde. De toekomst, die maken we samen. Stop. Stop. Dank u. Dank u wel. En als u straks uitgeput in bed ligt, na deze dag, zoals de Duitsers zeggen, gans kapot, gans kapot. Gans kapot zu Hause. En ineens wordt er gebeld. Ring. Je denkt, dat kan hier niet zijn. 1 minuut later wordt er opnieuw gebeld. Ring. Je
Ik denk nog, dat kan hier niet zijn. Maar dan wordt er voor de derde keer gebeld. Wordt er een hondertje voor de derde keer gebeld. Ding dong. U gaat kijken, je roept, en wie is het? Het is mevrouw Brugman van GroenLinks. Waarom komt u bellen? Mijn glas schulpener bier is leeg. Ja. Rijd dan langs de brouwerij, mevrouw. Wij gaan naar beneden, de kist in. Wij danken voor de aandacht en denk eraan, de dialoog is moeilijk. Je moet wel gek zijn om de dialoog aan te gaan. En je partner moet gek zijn om de dialoog aan te gaan. Maar je eindigt altijd zwanger. Ja, zo is het. Wij zijn weg. Goedenavond en tot ziens.